ben in Ruigeort terechtgekomen via het glas in lood. De kerk was een ruïne, die werd niet gebruikt. Krakers, die paar die er waren, zaten in de huisjes. Die oude boeren die er nog zaten, die hadden er ook geen interesse voor. Het ding stond gewoon in te storten. En toen hadden ze op een dorpsvergadering bedacht, we gaan de kerk met z'n allen opknappen. En Elle woonde bij mij in de stad om de hoek. En van haar heb ik het glas in lood geleerd. Dus Elle die kwam hier en die zag die klus en die dacht, dat trek ik nooit in mijn eentje. Dus die heeft mij te hulp geroepen. En toen heb ik 2 jaar lang die kerk, het glas in lood, gerepareerd. 2 jaar lang. En dat is nu al meer dan 20 jaar geleden. En het zit nog allemaal muurvast. Ik kwam op een zaterdag in mijn eentje en zoals gebruikelijk loop ik eerst naar het Bense huisje. Ben had een prachtig mooi huisje daarachter op de vlakte. En ik kwam bij Ben en Ben was gek geworden. De avond ervoor, de dag ervoor, had hij de autobanden van zijn buren lek geprikt. Want hij was van mening dat het niet hoort bij Ruigeort dat mensen in auto's rijden. En toen bleek dat Ben besloten had om naar de Pyreneeën te gaan. Want daar wist hij ergens een afgrond en daar zou hij in gaan springen. Niet als zelfmoord, nee, à la Carlos Castaneda. Hè? Ja. Sprong naar een ander leven, zo te spreken. En toen zei ik tegen hem, maar wat ga je dan met je huisje doen? Toen zei ik, zonde, ik geef je er zo 3000 gulden voor. En toen flipte hij even uit zijn gekte. En toen gingen we even in alle ernst onderhandelen. En zo kwam ik aan mijn droomhuisje. Het was precies het huis wat ik in gedachten had, wat ik wilde. Ik vind Ruigeort een educatie in hoe het nou eigenlijk werkt in de wereld. Want wat er mis is in de wereld, is precies ook wat er mis is in Ruigeort, maar dan in het klein. Je kunt bijna in het klein zien hoe ziek de wereld in zijn geheel is. Ja, het is precies diezelfde problematiek, maar dan op microschaal.